Onze favoriete X-Men, The Wolverine, is voor de 6e keer terug op het witte doek. Is dat goed voor adamantium strength boner? Of is het meer van hetzelfde? Goh, is dat warm. Ja, en dan moeten we mad enthousiast gaan doen en blij en zo. Wolverine, dit ook wel weer de zoveelste Wolverine film. Ja. Je had eerst X-Men 1, dat ging eigenlijk over Wolverine. Toen had je X-Men 2 en dat ging eigenlijk over Wolverine. Toen had je X-Men 3 en Wolverine. Toen had je Wolverine Origins, X-Men Origins Wolverine. En nu heb je The Wolverine, die hebben wij nu gezien. Ja. En dat gaat over Wolverine. Dat is eigenlijk ook wel goed, want Wolverine is het meest awesome personage uit al die Marvel shit. Wie is Wolverine voor de twee mensen die dat niet weten? Dit is een gast met awesome haar en baard. Ja. En iedereen weet natuurlijk dat de klauwen uit zijn... Kijk, Guido doet het even zo met After Effects. Zo. Yeah. Wow. Uit zijn knokkels krijgt. En in de comic eigenlijk uit zijn hand. Het zijn botten, maar die zijn weer gecoat met adamantium. Onverwoestbaar, supersterk. Kan hem niet dood krijgen eigenlijk, want hij hield. Dus je schiet hem kapot en dat maakt niet uit. En hij heeft massive fucking spieren die, net alsof hij twee boomstronken van een benen heeft op zijn armen met aderen en shit. En ondertussen gaat hij dan... No homo? Adamantium strength, boner homo? Gaat het dat dit belangrijk is? Nou, want ze hebben altijd spieren. Nee, maar weet je, deze film is gewoon een soort spierbal die de hele tijd brult. Dat is, er wordt nog nooit zoveel gebruld als in deze film. Deze film speelt zich af na... X-Men 3 Last Stand. Ja, dus en Jean is hartstikke dood. Daar was hij een beetje verliefd op. Ja, was hij super verliefd op. En nu is hij sad en caveman geworden. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was Wolverine in Japan. En toen heeft hij een of andere Shaak gered van een atoombom. En dan wordt hij eigenlijk naar Japan gehaald. Door die vent die hij ooit eens en toen gered heeft. Ja, en die biedt hem eigenlijk aan om onsterfelijk te maken. Want Wolverine kan dus ook niet dood. We moeten die film natuurlijk wel even zien dat hij weakness heeft. Dus de hele angle van die film is dat hij een van zijn strengths... Die regenability, heeft dat een Nederlands woord? Ja. Die raakt hij kwijt. Zijn snelhelingsproces. Proces, ja. Dat klinkt altijd zo polygoonsjournaal als je dat zegt. Daar gaat het verhaal dan een beetje over. Hij is in Japan. En er is ook weer een andere chick. En die moet hij een beetje beschermen. Dat is ongeveer het verhaal. Japan is wat anders dan wat we gewend zijn. Het hele idee is dat we in een soort high-tech Japan terecht zijn gekomen. Waarin ook oeroude tradities verweven zitten. Alle clichés over Japans worden uit kast getrokken. Ninjas, yakuza, samurai. Sauna's. Maar het hele idee is dat Wolverine als een soort alien... in een wereld is waar je eigenlijk de helft maar van snapt. En iedereen is super Japans als in... je hebt op een gegeven moment ninja's en die doen dan een koprolletje. En dat, die doen dan nog 6 koprollen daarna. Het is caveman versus ninja's, bedoel je? Caveman versus ninja's. Zeker, ja. Want die hebben allemaal die zwaarde shit. En Wolverine heeft natuurlijk zijn klauwen. Dus dat is best... Ik vond die actiescènes best leuk. Het werkte wel verfrissend. Het was een bullshit Japan versie met heel stereotyperend. Ja. Maar het was oké. Nou stap ik even uit The Wolverine. En dan kijk ik naar alle Wolverine films die tot dusver zijn. En ik reken alle X-Men's op first class naam mee. Die films gaan altijd over Logan / Wolverine, die eigenlijk de wereld niet redt met zijn superheldenkracht. Hij is een beetje anti-held. Ja, maar dat maakt hem awesome. Hij is een soort nare, cynische, egoïstische, nihilistische gast die zo ontzettend klaar is met het feit dat de hele wereld, bad guys, het leger, corporations, iedereen wil hem altijd exploiten. En hij is leave me the fuck alone. Just doesn't give a shit. Weet je? Hij gebruikt zijn powers niet for good of for evil. Gewoon. Nee. Maar ik denk dat maakt hem ook als personage cool. Hij is niet een soort fucking gladjanus in een latex pakje. Maar wat hij is gewoon rauw. Hij heeft een baard, nota bene. Heb jij latex pakjes? Wie zegt dat ik latex pakjes heb? Gladjanus in een latex pakje. Drum, drum, drum. Wat er dus gebeurt met Wolverine, omdat hij niet echt zijn krachten inzet voor iets, is dat iedere film erover gaat dat hij een beetje emo is. En laat me met rust. Precies wat je zei. En dat weet ik nou wel een beetje. In Wolverine Origins was hij emo houthakker. Met slechte dromen. Dat heeft hij ook in iedere film. Iedere film begint daarmee, maar eindigt altijd met het idee van... hij is meer dan iemand die egoïstisch is en alleen maar aan zichzelf denkt. Uiteindelijk merkt hij altijd dat hij een gevoel voor rechtvaardigheid heeft. Dat hij niet zijn ogen kan sluiten voor het leed van anderen. En daarom zit hij bij de X-Men. Daarom gaat hij altijd de wereld redden. En daarom doet hij altijd... Dat is altijd dat transitiemoment. In iedere film wordt dat dus ook weer gekoppeld aan een meisje... waar hij een boner voor heeft of niet, dat maakt niet uit. Want soms zijn ze ook minderjarig. Jezus, gasten, dat kennen we nou wel. Dat verhaal, dat plotmechanisme van... de grote, cynische, zwarte, nare, gallische man die... de greater good ontdekt. Het is altijd
hetzelfde verhaal. En we hebben al 6 Wolverine films gehad. En er is trouwens een 7 in de maak. Dus waarschijnlijk wordt het Het weer hetzelfde verhaal, maar dan in Rusland. Kijk, en dat is ook een beetje mijn probleem met deze film en met deze review. Want wat moet ik hierover vertellen? Het verhaal was... Het zat niet heel goed in elkaar, maar dat zit het eigenlijk nooit bij al die films niet. Nee. Ook niet heel slecht, storend. Kijk, weet je... Het is ook een beetje wat het is. Kijk, bij Batman, bij The Dark Knight Rises, doen ze net alsof het allemaal super bijzonder en ingewikkeld is. En wow, kijk ons geniale plot en goed acteerwerk. En dan ga je naar de plot kijken, dat is best wel shit. Er zit gewoon best wel kut in elkaar gewoon. Maar bij deze film, ja, er zitten ook wat van die missers in. Wat van die onlogische dingen. Er moet een meisje ontvoerd worden. Ik zal het niet helemaal uitleggen, maar uiteindelijk... Is dat meisje er dan en dan wat? Weet je, het zijn allemaal van die dingen van dat je gewoon niet helemaal begrijpt waarom het zo in elkaar zit zoals het in elkaar zit. Maar je hebt zoiets van, het zal wel. Het brengt het verhaal verder. Ja, en het gebeurt ook op een redelijk goedkope manier ook. Het is gewoon een superheldenfilm en het ontstijgt nooit dat niveau van een superheldenfilm. Er zitten superhelden actiescènes in. Er zit heel veel gebrul in. En er zit een poging tot een diepe verhaal in. En in die eerste 2 punten slaagt het. En in dat laatste punt gewoon niet. Maar je kan het ook omdraaien. Ik bedoel, die actiescènes die erin zitten. Hoogtepunt is denk ik de bullet train scène. Ja, in Japan hebben ze die hoge snelheidstreinen die met een heleboel kilometers per uur heen en weer rijden. Mm. En daarboven op zo'n dak vindt wel echt een best wel vette scène plaats. Maar maakt dat de film dan next level? Nee, het is gewoon, iedere actiefilm heeft zo'n coole scène. Dat zou het moeten hebben. Dus dat drukt het wel iets hoger, want soms lukt dat ook niet. En je ziet eigenlijk nu een beetje dat Wolverine, ondanks dat het een awesome karakter is, en dat ik alleen maar voor Wolverine naar de bioscoop ga, alleen maar voor om zijn klauwen te zien, want awesome. En hij de redding is van al die X-Men films. Merk je ook wel weer dat bij die X-Men films zijn er wat meer karakters gebeurd, zijn er wat meer verhaallijnen, waardoor hij er awesome uitkomt met de airtime die hij dan heeft. Ja, precies. Ja. Het levelt wat meer uit. En ik heb nu al met 2 Wolverine films, met Origins en met The Wolverine, van ja, het is niet echt een verhaal wat ertoe doet. Je kan eindeloos deze films maken zolang Hugh Jackman er nog redelijk goed uitziet, hoor. Ja. Daar niet van. En ik ga eindeloos wel naar de bioscoop, want Wolverine. Ja. Maar het zijn ook nooit echt bijzondere films. En ik zat net te zeiken op The Dark Knight Rises. Ja. Maar je kan er in ieder geval van zeggen dat het nogal spectaculair supergoed uitziet. Ja, die vind ik wel net het niveautje superheldenfilm ontstijgen. Dat is net iets meer dan dat. Ja, verhaal is kut, maar ze zetten wel echt wat neer. Echt wat unieks. En dat doet Marvel had het altijd gezellig. Mm. Weet je? Avengers, leuk. Thor, camping. Jolig en zo. Ja, Wolverine is geen uitzondering. Het is niet heel bijzonder. Het is niet briljant. Nee, het overstijgt nooit het popcorn niveau. Maar weet je, ik bedoel, als je met die verwachting erheen gaat, weet je, ik ga een superhelden actiefilm kijken. En ik heb zin in gewoon die popcorn. En dan, om maar even heel flauw te zeggen, is er niks mis mee. Dan word je entertained. Nou, de meest, maar je bent wel entertained. Het is maar net hoe je het wel afsluit. We kunnen heel cynisch zijn en zeggen, ja, die film, die struikelt over zichzelf heen. Dat is flauw. Je kan ook gewoon zeggen, ja, weet je, het is een superheldenfilm. Dat is wat je krijgt, klaar. Ik vind het jammer dat zo'n awesome held als Wolverine, met zo'n awesome acteur die echt geboren is om hem te spelen, deze middelmatigheid komen. Het is niet slecht, het is niet supergoed, het is middelmatig. Het is oké, het is zo'n kaartje. Het is ook geen geldverspilling, maar het is ook weer niet... Het is niet bijzonder. Ik hoop dat ze voor misschien de laatste Wolverine film, of ik hoop dat er nog eentje komt, dat ze echt een keer dat budget en die zo'n team er tegenaan gooien als bij The Dark Knight. En zo echt iets goeds maken, weet je wel. Het hoeft niet allemaal zo donker te zijn, maar gewoon... Echt een beetje een verhaal wat groots is en dat er echt wat gebeurt. Ja. Weet je wel? Ik sluit me daarbij aan.